ben Wim Muller, ik ben kermisexploitant al 54 jaar met de kermis. Ja, ik ben er op geboren en getogen, dus ik weet niet anders. En ik heb het altijd met plezier gedaan. Maar aan het begin kwam ook een end. En we hebben ervoor gekozen om te stoppen. Parijs, Londen. We moeten er vanmiddag wel eentje tussenuit halen. Dan gaan we weer uitzoeken de grootste en de leukste prijzen. Zoeken, zoeken, zoeken. Doe maar lekker mee om uit te zoeken. Ja, hoe ben ik in de kermiswereld terechtgekomen? Wij zitten in drie generaties. En ja, dan ben je geboren en getogen met die generatie en dan weet je niet anders. En dat gaat van vader op zoon. En ik heb het, ik ben er geboren en getogen en ik weet niet anders. En ik heb het altijd met plezier ook weer gedaan. Nou, het is namelijk zo'n kansspel. Het is een loterijspel. Het is met kleinere prijzen. En ja, dat heb je al jaren. En in de winter ga je natuurlijk je spullen opknappen. En dan hebben we, toen hebben we, even kijken, 34 jaar geleden, ja, 43 jaar geleden hebben we gekozen voor oliebollen in Woerden. En toen hebben we daar ons gevestigd met oliebollen. En dat ging tot nu toe 43 jaar aanstaan dit jaar. Dan heb je winterinkomen en zomer. Want zomer is natuurlijk wel leuk, maar 's winters heb je geen inkomen. Ja! 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 Ja, dat is anders geweest. Vroeger moest je er drie op een rij hebben. En dat duurde te lang, dan moesten mensen allemaal loodjes van zijn. En toen hebben we een keer gezegd, popsterren, Michael Jackson, Don Johnson, Vanessa. Als je één van die drie had, dan mocht je uitzoeken. Maar de namen waren wel goed. Maar New York, Parijs, Londen, dat was voor het publiek leuker. Nou, het prijzenpaleis dat heb ik verkocht. De koper op de kermis is een exploitant, die heeft het over. En de oliebollenkraam blijft, die doet mijn zoon dan en ik blijf er een beetje bij. Hè, want je moet op de achtergrond moet je er altijd bij blijven. En zo is het gegaan. Dus je ziet dat gaat ook weer van vader op zoon. We hadden het net over de derde generatie, maar dat gaat naar de vierde generatie.